Dag Pieter, lekker zo in de laatste minuut, hè? Ja, dat was echt geweldig. Echt een onbeschrijfelijk gevoel bijna. Ja, je bent de matchwinner, goal, gouden wissel. Wat ga jij door je heen? Dat is echt adrenaline eigenlijk. Hè. Dat is gewoon, ik scoor die goal en dan is dat gewoon, ik weet niet, dan loopt je gewoon en dan zie ik Makka daar en dan zegt hij spring op mijn rug. En dan is dat gewoon even op zijn rug springen en gewoon genieten en blij zijn. Dus dat was echt geweldig, man. En wat vond je van de wedstrijd? Nou, ik denk dat uiteindelijk een gelijkspel wel het meest verdiend was als je kijkt de hele wedstrijd. Ik denk dat Eindhoven met fases een fase goed was. Ik denk dat wij een aantal fases goed waren. Dus dan is het wel extra zuur dat je zelf dan een beetje pech hebt met die bal op de lat. Anders maak je zelf 1-2 en dan ja, vliegt er uiteindelijk voor hun nog in. Maar ik denk dat 1-1 uiteindelijk wel de terechte uitslag was geweest. Ja, heerlijk. Toen de 1-1 viel, dan was het toch even lastig. Dan weet je dat ze gaan drukken op zoek naar de overwinning. En als je dan toch in de allerlaatste minuut zelf kan pakken, ja, geweldig gevoel. Het was een lastige wedstrijd. We kwamen in de opbouw kwamen moeilijk eronder uit. Maar we gaven ook niet heel veel weg eigenlijk de eerste helft. De tweede helft kregen we niet heel veel meer grip op de wedstrijd. Maar die 1-0 konden we eigenlijk gewoon goed vasthouden. En dan valt toch ongelukkig die 1-1. Ja, dat die wordt van richting veranderd. Ja, en dan is het eigenlijk tegenhouden en hopen dat je gewoon het gelijkspel over de streep kan trekken. Maar als je hem dan nog kan pakken, is het toch wel even heel erg lekker. Ah, het was een wedstrijd die denk ik wel redelijk in evenwicht was. Hè? We willen twee wel meer aan de bal, zonder dat ze heel veel kansen hebben gecreëerd. De eerste twee, die eerste helft gaven zelf weg volgens mij. Maar gedurende de tweede helft kregen we wel wat moeilijker. Ja. Ik zei net tegen de jongens, wij kunnen onszelf nog heel veel verbeteren. Ja, dat weten we. Maar dit is wel... Dit is waarschijnlijk wel een ploeg die bovenin de eerste divisie gaat eindigen. Hè? En dan is het ook niet altijd even makkelijk om op voetballend het beste in jezelf naar boven te brengen. En daar hadden we best wel moeite mee. Hè? Zo eerlijk zijn we wel. Van de andere kant ben ik wel blij met de organisatie die hebben we laten zien. Ja. Ja, goed, teleurstellend. Zeker het resultaat op de laatste en in de laatste minuut. En ja, goed, de wedstrijd wordt bepaald door details. En daarop hebben we vandaag verloren. Wat vonden we eigenlijk van het spel? Nou, het spel was niet wat we ervan verwachten, maar ik zeg niet dat het goed was. Maar je bent er natuurlijk wel tegen Eindhoven, speel je redelijk dominant. Alleen je creëert veel te weinig en de keuzes zijn gewoon niet goed. Heb je een doelstelling voor jezelf gezet dit seizoen? Nou ja, wij hebben gewoon als club één doelstelling en dat is denk ik promoveren. En Dat is de enige doelstelling die we als team, persoonlijk en als hele club hebben. Ik sprak Klaas Amateros over zijn doelstelling. Die wilde topscorer worden. Is dat iets voor jou? Nee, weet je, uiteindelijk wil ik promoveren. En als ik mijn goals mee kan pikken, uiteindelijk maakt het me niet zoveel uit wie die goals maakt. Tuurlijk vind ik het heerlijk om goals te maken, maar ik vind het nog lekkerder om wedstrijden te winnen. Keep it.